Sjoerdij, handjes naar boven, dan gaan we! Welkom bij deze nieuwe vlog op het kanaal van Nickmans. Vandaag ben ik met Florian. Hallo! Op kermis in Leiden. Het, ja, Leidens Ontzet. Leidens Ontzet, dat is een festival of zoiets? Nee, geen festival. Wat is het dan precies? Want ja, het staat wel een soort van kermis. Het is vooral, hoe zeg je dat? Ja, meer feestje of zo, ja, stadsfeestje, hè? Ja. Ja. Er staan wel een paar attracties, nou ja, een paar. Best wel veel attracties. Wel alleen minder dan voor corona. Ja. Alleen het is best wel duur altijd hier, als je hier naartoe gaat om attracties te doen. Ja, maar dat komt ook omdat ja, de verpachtingen zijn best wel hoog. En het is normaal gesproken maar 2 dagen kermis vieren. Nu 3. Ja, dit jaar hebben ze geluk dat ze 3 dagen mogen verdienen. Alleen ja, normaal gesproken is dat maar 2 dagen. En, Leiden is best wel duur om te gaan staan, dus vandaar zijn die prijzen ook aan de hoge kant, zeg maar. Maar dat komt ook omdat de exploitanten heel veel moeten betalen voor een plekje. Ja, precies. Daarom is het heel duur. Alleen de mensen hier in Leiden zijn het gewend, zeg maar. Dus die doen elke maand een tientje in het spaarpot. En dan hebben ze €120 om uit te geven voor een kermis. Ik woon in dat geval niet in Leiden, dus dat scheelt. Ik doe nooit voor een spaarpot. Nee, dus jij gaat alleen kijken vandaag? Dat niet. Oh. Oké. Okay. We moeten het natuurlijk wel uittesten. Ja, jij vooral, hè? Vooral één attractie. Ja, die ga ik niet meer doen, maar dat zien de kijkers zo moeten. Hier achter is het centraal station van Leiden. Hiervoor staat de poffertjes, kraam, Schuurs, Pusher, Wafeltjes, Jumbo Molen en Ringgooien met snoepkraampje en oliebollenkraam en zo. Op een wijn, 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 waar zal ik op mikken? Ja, moet je zelf kiezen, doe maar iets heel duur. Bijna. Nou, dat is wel. Maar toch niet helemaal goed genoeg, hè? Nee. Hier hebben we diverse kraampjes. Heel veel eetkraampjes. Ja. Ja? Moet je ook gaan testen, hè, zei je. Wat zei je? Dat wil je ook gaan testen allemaal, toch? Nee, ik krijg je buikpijn van, hè. Met rechtstreeks in de automaat stoppen voor extra veel ballen. Hier hebben we ook weer een pluim vol kwartier, groot en klein. Dat is waaronder de Supermaus van de Boer. En de Booster van Rechter. Daar staat nog een gebakkenkraam en nog wat anders. Een ritje in de Supermaus kost hier €10 in Leiden. €10 wel voor een rondje in de attractie. Precies. Jij wou erin, hè? Hierin? Ja. Nou ja. Ga op een andere kermis wel. En hier gaat de kermis verder. Naar de grote attracties. Grote attracties? Nou ja, meer vooral. Ik zie daar een draaimolentje. Noem je dat een grote attractie? Dan hou ik het maar bij de meeste attracties. De meeste attracties, ja.
Dit kom je ook niet zo vaak meer op het kermis tegen. Dit is een ouderwetse pittenkaas. Het is wel leuk om te zien. Er staat een draaimolen en die vraagt 5 euro per rietje. En 3 voor 12 en 6 voor 20. En de wip is net zo duur als 1 rietje draaimolen, die krijgt ook 5 euro per rietje. Ja, dan bestaat er ook een andere soort booster. En die
in Noord-Afrika, ja, die jij in Tilburg hebt gezien. Ja. Die blauwe maat, die was toen kapot. De... Die is nog ietsjes afgedaan. Ja, die moet ik nog doen. Ja. Ja. Maar weet je, we zien het wel. Eerst gaan we nu lekker over de kermis van Leidlo. Ja, ja. Je hebt wel genoten van de rit, hè? Dat is wel leuk. Mooi uitzicht. Dat zeker, ja. Hij heeft een mooie attractie. Precies. Ik vond het wel een korte rit, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En in die korte rit zat wel minder kracht dan ik had verwacht. Oké, ja. Want ik had hem krachtiger verwacht. Ja, vorig jaar in Borren draaide hij ook nog twee kanten op. Dat ja. doen ze nou niet meer. Misschien doen ze dat niet vanwege de drukte. Nou ja, hier zou je boven stil worden gezet, zou je andere kant op draaien. En dan met instappen of uitstappen gaat hij dan naar andere kant. Maar kreeg je dan een langere rit of is dat dezelfde rittijd? Zo ongeveer wel. Ja. Maar we gaan even verder kijken. Ga verder. Met de paraplu. Ja, jij bent van suiker, hè? Nee, dat niet. Ja. Maar het is wel heel veel regen. Vind je? Ik blijf niet verdrogen. Bij de Airbomb heb je twee opties. Je gaat of richting de breakdance naar de Reuslaan. Of je gaat de bezigstraatje nog even doorlopen. Hier staat nog van alles. Zoals een minicar. Jammer dat Sjors niet mee is. Je wou Sjors hierin zetten zeker? Ja. Ik zou hem wat leuk vinden, of niet? Geen idee, dat moet je aan hem vragen. Alleen hij is er niet bij. Nou, dus kan ik het ook niet vragen, hè? Nee, helaas niet. Nee, ach ja. Sjors, zeg het maar gewoon in de comments. Is Archie graag geen gewild, ja of nee? Ja, wij slaan hem over, hè? Ja, wij slaan hem over. Ja. Naast de minicar staan kamelenreus en de grijperarmtjes. En daar zit nog een paar kamers. Verder staat hier nog een lijntrek, een soort touwtje trekken en ja, een baby sport. Die staat eigenlijk dan een beetje ja, weggedrukt aan het einde van deze straat. Dus, gaan we weer terug. Gaan we weer terug naar het, grootste kermisplein. Ja. Waar ook wel echt de leukste zaken staan. Ja, precies. Want daar staan ook de meeste zaken, dus daar kan je eigenlijk gewoon vrij weinig over zeggen. Nou ja, kijk, als een andere zaak die jij leuker vindt, bijvoorbeeld de Supermarkt, ja, dan moet je het ook aan de andere kant kijken. Ja, of de draaimolen hier, dat kan ook. Ja, die vind jij ook wel leuk, hè? Nee. Nou, niet. En hier komen we nog de skibal tegen. En dan gaan we weer terug bij de Airbomb. Dan gaan we zo meteen hier rechts op staan. Daar hebben we nog de bosauto's en een eendjesbus en een pusher zo te zien. Oh, wij gaan deze kant op. Hier hebben we de breakdown van Zuidemaar, die vraagt 8 euro per rit. En daar tegenover staat de Funhouse Fire Department.
Kermis Leiden alweer. Zeker. Ja, het was weer ouderwets kermis vieren. Zonder anderhalve meter afstand, zonder toegangscontrole. Ja, dat heb ik wel gemist. Jij?
Ja, ook wel. Ik ga wel minder vaak naar een kermis. Maar als je nu naar een kermis gaat zonder anderhalve meter, merk je het wel. Ja. Ja, het is dus iets drukker, maar ja, wel meer sfeer. Ja, want er staan geen hekken op het terrein. Nee, dus je kan er gewoon oplopen en aflopen wanneer je dat wil. Dus ja, ik heb het wel weer leuk gehad. Zeker? Dat was heel leuk. Ja. Ja, Leiden is altijd wel wat duurder dan de rest in Nederland, maar ja. Zo! Hoe heet dat? Leiden is best wel duur om voor de exploitanten te staan. En de Leidenaren sparen er ook voor, zeg maar. Die doen elke week een tientje of zo, of elke maand een tientje in de spaarpot. Dan ja, hebben ze een mooi bedrag om jaarlijks ritmes te vieren. Ik ben gelukkig geen Leidenaar meer, dus ik wil... Niet meer? Je wil in Leiden gewoon? Ja. Dat weten de kijkers niet, hè? Ja. Vanaf Leiden willen wij jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Duimpje omhoog. Laat even leuke comments achter in de reacties. En abonneer. Nou, als je nog niet geabonneerd bent. En als je nog niet het belletje hebt ingedrukt, moet je dat ook even. Precies, dan krijg je automatisch een melding wanneer een nieuwe vlog of video online komt. Zeker. Jij hebt ook een belletje ingedrukt, hè? Tuurlijk. Ja. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende keer! Joep.